Breda Nu. Je weet het meteen. Breda heeft maandag 18 april afscheid genomen van Harley-Davidson-man Jan Kennis. De eigenaar van de oudste Harley-Davidson-dealer van het land overleed afgelopen week aan de gevolgen van een slepende ziekte. Bij het Chassé-theater verzamelden zich vanaf 8:30 enkele honderden motorrijders om samen een eerbetoon te brengen aan Kennis. Vandaar vertrok de indrukwekkende stoet met rouwwagens en motoren richting de Liniestraat, waar het bedrijf is gevestigd. Om vandaar, na een korte stop, door te rijden naar de Michaelkerk. Daar werd om 11:00 een afscheidsdienst gehouden. Jan Kennis werd 60 jaar.